mensen, laten we nou even een probleem erkennen. Het probleem pesten is ontzettend groot in Nederland. Pesten is een structurele agressie van één of meerdere personen die één persoon tot wanhoop leiden. Het richt psychische, verbale en fysieke schade toe. Dit moeten we nu eindelijk eens hard gaan aanpakken. Het leidt tot wanhoop bij het slachtoffer en soms zelfs tot zelfmoordpogingen of zelfmoord. Als dat niet vaak in het nieuws is geweest, weet ik het ook niet meer. We moeten hier als overheid een signaal uitzenden, een sterk signaal dat een hart onder de riem steekt bij het slachtoffer. Oké. Ik ben tegen deze stelling. En wel waarom? Ik ga even zonder microfoons praten, want dat vind ik heel irritant. Wij zijn in Nederland zijn wij een land en we zijn een vrij land. En in Nederland hebben we een probleem. Dat is overal ter wereld. Dat is pesten. En dit probleem moeten we ook zeker aanpakken, mensen. Maar door dit in Nederland strafbaar te stellen, krijgen we juist veel meer problemen. Ik voorzie dat als wij pesten strafbaar stellen, dat er dan verschillende slechte dingen gaan gebeuren. Hoe gaan wij dit in eerste instantie, hoe gaan wij dit realiseren? Wat vind jij strafbaar? Wat ik strafbaar vind, zoals ik al heb genoemd, is het structureel fysieke, verbale of psychische schade toebrengen aan de slachtoffers, wat slachtoffers tot wanhoop leidt. En jij zegt, de uitvoerbaarheid van dit plan, dat gaat niet werken. Daar ben ik het absoluut niet mee eens. Want als je nu kijkt, 47 staten in de VS hebben al een antipestwetgeving. En waarom? Blijkt het te werken? Ik zie een aantal moorden in de VS op scholen. Natuurlijk, maar je geeft toe dat het een ontzettend probleem is. Ik geef toe dat het een ontzettend probleem moet is. Juist worden en dan moet, daar draai ik ook zeker niet omheen. Maar wat jij doet is hier door het strafbaar te stellen, door het probleem om te draaien. Want wat, ik heb nog steeds niet gehoord, wat vind jij strafbaar? Wat is pesten, wat is plagen? Ik bedoel, okay, dit is niet te controleren. En daarnaast, wat ga jij als straf indienen? Door dit strafbaar te stellen, moet er dan iemand van de regering of van de politie in een klas komen zitten en aanwijzen wat strafbaar is en dan ga je mee naar het gerechtsgebouw. Wat wil jij doen? Ten eerste, volgens mij heb ik al lang genoemd dat ik ontzettend pesten vind. Ik heb het nog niet gehoord wat jij wil straffen. Oké. Het structureel schade toebrengen van één of meerdere personen tot één persoon. Dat is meetbaar. Net als discriminatie, net als een racistisch persoon, dat is ook meetbaar. Daarbij, de straf, de anti-pestwetgeving die ik graag wil invoeren, is het scheiden, het overplaatsen van pester en gepeste. Wat tot rust zou leiden van het slachtoffer en de pester. Daarbij wil ik invoeren de naming en de shaming van de scholen. Namelijk, als je het openbaar maakt in openbare recensies, hoe er wordt gepest, wat er allemaal gebeurt op scholen, zullen scholen dit probleem strenger aanpakken. Er zal meer aan worden gedaan. Dat is de antipestwetgeving. Daarbij is meldplicht heel erg belangrijk. De mensen, de pesters, de slachtoffers, die moeten naar voren kunnen komen en iets hebben om te staan, om te zeggen, jongens, ik word hier gepest, er wordt mij onrecht aangedaan, laten we nou eindelijk actie ondernemen voor mij, want ik heb het zo zwaar en ik word gewoon tot wanhoop gedreven. Oké, je hebt het nu alleen maar over scholen, maar ik wil even duidelijk maken dat pesten niet alleen op scholen gebeurt. Want pesten gebeurt ook op de werkvloer. En door dit strafbaar te stellen, verga je het probleem niet, wat er misschien zou gebeuren. Iemand mag een ander niet. Dan zegt hij, hey, hij pest mij. Of erger mensen. Als iemand aangeeft dat hij gepest is en degene wordt gestraft, zal degene die dit gestraft wordt accepteren? Of zou er juist een grotere wraakactie komen, omdat hij dit niet wil? Nou, volgens mij heeft een pester altijd een reden waarom je dit doet. Vaak Precies. komt het ook uit onzekerheid. Precies. En daarom moet je deze mensen gaan scheiden. Je moet deze mensen gaan helpen. Moet je allemaal pesters in een klas gaan gooien? Wil je dat zeggen? Allemaal gedupeerde laten we een gedupeerde klas maken. Die worden een klas die gepest wordt en een klas die pest. Laten we de klas die pest maar even bij elkaar gooien en dat ze die elkaar maar kapot pesten. Jij bekijkt het vanuit de pester, maar denk nou aan het slachtoffer. Een slachtoffer die op dit moment niks heeft om op te staan. Een slachtoffer die op dit moment helemaal niks heeft te doen. Niks kan hij doen tegen de pester. Hij kan geen actie ondernemen. Dit slachtoffer moeten we een hart onder de riem steken. Wij moeten een signaal afgeven als overheid van mensen. Hier zijn we tegen. Hier gaan we consequenties voor ondernemen. Een slachtoffer zit zijn hele leven een straf uit. Waarom kan de pester dan niet zo'n straf uitzitten? Nou, de pester kan ook zijn straf uitzitten. Maar, dat wil ik bewijzen, los het probleem op. En door het straffen te stellen, los je het probleem niet op. Steek het geld wat je in politie investeert of in de straf investeert, steek dat in cursussen om pesten tegen te gaan. Steek dit in cursussen om pesten tegen te gaan. Pak het niet zo aan, alsjeblieft.